Hierachter in het stadhuis van Deventer is normaal de werkplek van wethouder Marleen Huizing. Marleen is pas sinds kort wethouder in Deventer. Zo kort dat de inwoners van Deventer eigenlijk nog nooit van haar gehoord hebben. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkeloos. Du musst solliciteren. Ze zeggen alleen om solliciteren. Kent u Marleen Huizing? Nee. Nee, die ken ik niet hoor. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, volgens mij is dat de wethouder. Die moest de drek op zouten. Na een dienstverband van ongeveer 4 maanden kan Deventer van Marleen gewoon lekker de tering genieten, want ze stopt er alweer mee. Maar uiteraard wel met behoud van een flinke som aan wachtgeld. Marleen Huizing, kent u haar? Vertel. Wethouder D66 te Deventer. Ja. Waar is Marleen? Hoi. Ik heb geen idee. Volgens mij is zij gewoon aan het werk. Nog tot 20 augustus is zij wethouder in Deventer. Nou, we hebben er een paar keer geprobeerd te pakken te krijgen, maar ze wil geen reactie geven. Ja, ik kan daar niks beters van maken. Ik ben haar woordvoerder niet. Ik ben de fractievoorzitter van D66. Zeker als er persoonlijke omstandigheden in het spel zijn, is daar een afweging om dat niet te doen. Je moet er, vind ik, als politicus wel zo transparant mogelijk over zijn. Ja, dat vond ik nou wel bij de D66 past, die transparantie, maar dat is het dus niet. Daarom ben ik ook bereid om uw vragen erover te beantwoorden. Was het een goede wethouder? Dat viel me helemaal niks tegen. Eigenlijk deed ze het best oké, vond ik. Ja. De portefeuille die ze deed ze goed. En ze had ook verstand van de materie waar het over ging. En ze deed heel goed. De financiën deden ze heel goed. En de rest ja, van die financiën doet ze wel goed, ja. Ja, ja. Ze heeft er een voorjaarsnota doorheen gejast, maar die was volgens mij toch al klaar. Je kunt mij niet één ding noemen waar ze zegt, dat is de stempel van Marleen Huizing. Nee, niet zo ik sowieso 1, 2, 3 zou kunnen noemen in feite eigenlijk. Heeft ze eigenlijk nog wat bereikt in die krap 4 maanden dat ze gezeten heeft? Nou, geen hele concrete zaken. Wat heeft ze zitten doen dan in die 4 maanden? Ja, ze heeft zich natuurlijk ontzettend lopen inwerken. En voordat je echt aan de slag kan, ben je al weg en vang je ook nog eens een keer een tijdje wachtgeld. Ja, ik ben het helemaal met u eens dat we er heel slecht op staan op deze manier. Maar het wachtgeld op een gegeven moment wordt er iets te hoog opgeklopt, vind ik. Ik vind het niet helemaal reëel. Maar voor iemand die 4 maanden gewerkt heeft, dat kan ze wel veel uren maken. Ik vind het wel gewoon een boel geld. Het is ook een hele hoop geld. Belastinggeld, hè? Ik vind het belachelijk. In Den Haag en de politiek ook. Ik vind het belachelijk. Gewoon werken voor de uitkering. Gewoon, wij moeten gewoon fucking hard werken voor ons geld. En zij gaat gewoon. Ze gaat gewoon weg, ze wordt gewoon doorbetaald. Maar de wereld is ongelijk verdeeld. En ja, zo is het geregeld. Dus ja, daar kun je wel moeilijk over doen. Maar het is zo. Als ik zelf ontslag neem, dan krijg ik helemaal niks. Krijg ik nog geen uitkering. En die mevrouw, ja, na 4 of 5 maanden werken en dan zoveel geld mee. Ja, echt. Nog ronduit belachelijk. Ook ik vind dat ze dat zo snel mogelijk moet stopzetten. Maar je kan iemand niet verwachten dat hij opeens geen inkomen meer heeft. Als ik zelf ontslag ben, krijg ik niks. Ja, maar ja, in de politiek, je hebt een publieke functie. Is het soms moeilijk om de volgende dag alweer wat nieuws te vinden. Want als je iets nieuws gaat zoeken, weet ook iedereen het. Dan heb je ook geen positie meer. Dus er moet een sobere, maar nette regeling zijn. Waarom doet iemand dat precies die 3 maanden, iets langer dan 3 maanden werken? En dan heb ik ineens recht op wachtgeld. Ja. Die vraag zou je aan haar moeten stellen. Ja, dat proberen, maar dat lukt dus niet. Maar waarom zeggen jullie niet tegen Marleen naar de pers toe en geef duidelijkheid, geef openheid van zaken? Want je staat er gewoon slecht op, je zit ook nog vlak voor de verkiezingen. Dat klopt helemaal. Ja, ik vind ook het jammer dat het nu is, maar of dat nou voor of na de verkiezing is, dat maakt wat mij betreft niet uit. Maar haar streven is zo snel mogelijk een baan zoeken en ik hoop dat ze die ook krijgt. Gewoon hartstikke gek, man. Dat kan toch niet? Hey. Je bent idioten. Dat is toch leuk voor haar, hè? We berekenen dan wat je in die 4 maanden, die haal daar die 5000 euro af, verdeel het over die 4 maanden. En het overige geld gewoon teruggeven. Maar vindt u niet dat deze zetter eigenlijk tegen Marleen moet zeggen, joh, geef de pers nou eens gewoon antwoord, want ze is gewoon onvindbaar. Nou ja, daar zouden persoonlijke omstandigheden een reden kunnen zijn waarom ze dat op dit moment... Kan ze dan toch uitleggen? Ja, maar ja, ik denk dat we nu in herhaling vallen en ik ga nu dit invullen. Marleen, ik vind het bespottelijk wat hier gebeurt. Nou, Marleen, bekijk het eens.